De coalitie is het er niet mee eens dat de regering een onverantwoord sociaal beleid voert. Coalitieleden spreken opmerkingen tegen van NDP-parlementariër Rabinder Permeser, die zegt dat de regering een onverantwoord sociaal-maatschappelijk beleid voert. De begrotingen voor sociaal-maatschappelijke projecten zouden namelijk sterk zijn teruggebracht. Permeser vindt dat het beleid niet conform de realiteit is. Ik had het over binnenland, scholen en noem maar op. Ik heb het over water en investeringen in SWM en watervoorziening binnenland. En al dat soort zaken bij het ministerie van Volksgezondheid. En dan merk je wat de sociale aspecten betreft, wat in die samenleving gebeurt, voorzitter. Daar moet ik afkeuren zoals het nu is. Ik hoop dat er met een nota van wijziging de regering andere prioriteiten stelt. En dit soort zaken, ja toch, daar mijn opmerkingen, daar graag mening, voorzitter. VHP-parlementariër Mahinder Kumar Yogi vindt dat de bezorgdheid die vandaag aan de dag wordt getoond ook eerder tijdens de vorige regeerperiodes moest worden getoond. De regering heeft volgens Yogi juist wel een verantwoord sociaal beleid gevoerd. En wanneer hier gezegd wordt dat de regering een sociaal beleid voert, voorzitter, dat onvriendelijk is en onvoldoende is, voorzitter, wil ik aangeven, voorzitter, dat na het aantreden van deze regering de AOV in 2020 is verhoogd van 525 naar 750 en daarna 1000. AKB is nu 125, voorzitter, het was 50. Financiële bijstand van 325 naar 750, voorzitter. Financiële bijstand van sokkenhuishoudens van 33 SRD naar 750, voorzitter. Heffingskorting van 750 SRD. Ondersteuningstoelagen voor ambtenaren en gelijkgestelden 1000 SRD, voorzitter. Een loonsverhoging van 20%, voorzitter, gemiddeld aan ambtenaren. Belastingkorting, voorzitter. En korting op loonbelasting en inkomstenbelasting, voorzitter. De parlementariërs spraken gisteren bij de eerste vergadering van de behandeling van de wet staatsbegroting over het dienstjaar 2022.